Hein, je bent er weer. Ja, echt gewoon een ontlading na de 1000 meter. Er zat gewoon zoveel zeer eigenlijk van de afgelopen maanden in. Van afgelopen jaar, dit jaar. Ja, dat kwam er wel even uit. En ik ben heel blij dat ik gewoon weer goed kan schaatsen. Die bevestiging kreeg ik eigenlijk pas 2 weken geleden. Dat ik goede 500 meter reed in Den Haag. En ja, gisteren gewoon toch nog een beetje zitten klooien de 1000. Maar ja, als ik gewoon weer vandaag zo'n goede 500 neerleg, dan heb ik gewoon kans op zo'n 1000 die ik 1.10.7 hier. Ja, weet je, ik had het zo nodig. Echt, gewoon met alles wat erin zat. En ja, heb ik gewoon in die rit kunnen liggen, of in de rit kunnen leggen. Ja, ik ben gewoon zo blij. Gewoon puur dat ik deze rit gewoon weer heb neer kunnen zetten. En precies op het juiste moment eventjes. Gewoon voor mezelf is dat zo'n enorme opsteker. Je zegt 2 weken geleden in Den Haag notabene, je thuisbaan van vroeger. Waarom reed je daar? Ja, het was een Holland Cup wedstrijd en ik had al een tijdje geen wedstrijd meer gereden. En dat was gewoon tijdens de Olympische Spelen die je met pijn in je hart moest toekijken. Ja, klopt. Maar de 500 en 1000 meter op de Olympische Spelen waren al geweest. Dus het ergste was eigenlijk geweest. En de periode daarvoor was eigenlijk het pittigst. Dan, ja goed, dat is gewoon, ik zat even in een behoorlijk diep gat en ik heb heel veel steun gehad aan familie en vrienden die dichtbij me stonden en ja, die heb ik echt weer een beetje kunnen opkruipen, zeg maar, omhoog en ja, sinds Den Haag, sinds die 500 meter in Den Haag, wat die, ja, was eigenlijk de eerste echte bevestiging weer van, hey, je kan gewoon weer schaatsen, nu moet je er gewoon weer even alles aan doen om gewoon met opgeven, hoofdseizoen verlaten en ja, dan moet gewoon de knop om en dan moet je het gewoon de blik vooruit in plaats van blik nog op die spelen en al dat gebeuren. Dus. Maar is het dan echt zo dat als die wedstrijden geweest zijn, dat dan pas zo'n last van je af kan vallen? Ja, klopt. Ja, ik leefde eigenlijk gewoon sinds mei, sinds afgelopen maart, Sochi eigenlijk al met de weken afstanden, leed ik gewoon na 12 februari, die dag van de 1000 meter. Die stond gewoon in mijn ja, weet je, alles in mijn omgeving stond die gewoon geprent. En dan is het gewoon zo verschrikkelijk lastig als je dat moet toekijken en, vanaf de televisie. En ja, weet je, dat is gewoon geen woorden voor. Je hebt denk ik elke keer gewoon zo vaak gedroomd en, van Olympisch goud. En ja, dan zie je gewoon Nederland in een golden rush en die pakt gewoon alle medailles, alle prijzen. En dan wil je gewoon zo graag bij zijn, wil je het zo graag. Het ook willen winnen, weet je. En ja, dat viel gewoon zo ontzettend zwaar. Maar ja, zoals gezegd, het is gewoon zoals het is. En ja, op een gegeven moment moet je ook gewoon verder. En ja, ik ben blij dat ik op het punt ben gekomen dat ik verder ben gegaan. En ja, zoals gezegd, ik ben deze rit heb ik zo hard nodig gehad. En zeker met het ogen volgende week en die week erop en de wereldbekerwedstrijden. Ja, want je mag weer internationaal. Ja, precies. Ik mag gewoon weer met Nederland op mijn rug mag ik weer gaan schaatsen. Dat is gewoon het mooiste wat er is. En zeker dit NK, zo'n rit rijden in het Olympisch Stadion met duizenden mensen. Dat doet me zo goed, man. Dat is echt waar. Mooi om te horen, mooi om te horen. Geniet ervan dan eventjes. Ja, dat zal ik zeker doen. En die laatste weken gewoon alles uit de kast. Ja, precies. Schaatsen is weer mooi en het leven is zo mooi. En ja, nu kan ik er echt van genieten. Mooi om te horen, dankjewel. Graag gedaan. Super. Ik pik u er wel uit.